Je ziet ze vaak op straat lopen in hun blauwe uniformen, de mannen en vrouwen van Handhaving Harderwijk. Zij zijn de 13 gastheren en vrouwen van de gemeente Harderwijk en zijn vaak in de wijken te vinden. Ze beantwoorden specifieke vragen van burgers, luisteren naar meldingen en verwijzen mensen door naar bepaalde instanties. De handhavers zijn zogenaamde BOA's, dat zijn bijzondere opsporingsambtenaren. Wat dat zijn, legt Arnold van Voorthuizen uit, die al jarenlang wijkboa was in Amersfoort en Amsterdam. Hij is dat nu in de wijk Drielanden. De BOA's zijn de gastheren van de wijk. Leg dat eens uit. Nou ja, goed, de gasten van de wijk, dat wil zeggen dat wij als wijkboa de wijk ingaan en gezien willen worden. En voor de burger en de inwoners van de wijk openstaan voor vragen, meldingen en klachten. Dat vinden we erg belangrijk en dat vindt de gemeente ook belangrijk. Dat betekent dat we gewoon dichtbij zijn in de wijk en weten wat er in de wijk op een gegeven moment speelt. Zo zijn wij vaak het doorgeefluik voor problematiek naar de wijkagent toe of naar instellingen of naar afdelingen binnen de gemeente. En op een dag als vandaag, er wordt ook voorlichting gegeven in de wijk. Stelt het publiek dat op prijs? Ja, nou, voor de wijk Drielanden waar we nu in zijn, hebben we dat één keer in de maand. Elke dinsdag, de derde dinsdag. En dat doen we samen met wijkagent of een instelling. Doen we dat hier. En de inwoners stelt dat zeker op prijs. Maar de handhavers doen gewoon nog veel meer. Zoals verkeersveiligheid. Verwijderen van fietswrakken en weesfietsen. Controle op hondenpoep en het aanlijngebod voor honden. En het aanbieden van huishoudelijk afval, controle op opslag van huishoudelijke afvalstoffen en illegaal gebruik van gemeentegrond, zoals illegaal vuilstorten. Overlast en baldadigheid en jeugdoverlast. Ze doen dat niet alleen, ze werken intensief samen met de politie, zoals wijkagent Rick van der Kraan. Nou, we hebben allebei onze eigen taak. Daarin weten wij heel goed de samenwerking te vinden. We zoeken elkaar vaak op, we bellen met elkaar, doen samen een bakje koffie. En zo verdelen we de taken. Nou, het ene takenpakket van de BOA sluit keurig aan op die van de wijkagent. De BOA is daarin meer voor de openbare ruimte en wij voor de openbare orde. Wethouder Marcel Compagne gaat over stadstoezicht en daarmee over de BOA's. Hij is blij met de wijkboa's. De wijkboa's zijn heel erg belangrijk omdat we samen de samenleving willen maken. En daar hoort helaas ook een stukje handhaving bij, omdat niet iedereen even overtuigd is van het feit dat er ook regels zijn. En die zijn met name bedoeld om na te leven. En als dat niet lukt of als men dat niet wil, dan zijn daar de wijkboa's voor om daar aandacht op te vestigen. En het is niet meteen om dan meteen veel geld binnen te harken, maar om de samenleving een stukje leefbaarder te maken. En ook die doorverwijsfunctie is belangrijk, hè? Ja, doorverwijsfunctie in die zin dat als er iets gemeld wordt, dan kunnen zij dat doorgeven aan instanties die erover gaan. En sommige dingen kunnen ze ook zelf oppakken en dan hoeven ze dus niet door te verwijzen. Maar zij zijn in die zin een beetje het verlengstuk van wat er in het gemeentehuis allemaal gebeurt. Ze zouden eigenlijk niet nodig moeten zijn als we ons allemaal netjes aan de regels houden. Maar zoals ik al zei, dat gebeurt lang niet altijd. En dan is het goed dat deze mensen ook in onze samenleving rondlopen om mensen erop te wijzen. Wil je weten welke wijkboa er in jouw wijk is? Ga dan naar de site van de gemeente Harderwijk en tik het zoekwoord wijkboa in.